ik ben ook een keer zomaar aangehouden. En toen hadden ze me gefouilleerd en terwijl ik daar geen toestemming op heb gegeven. En ja, toen hadden ze me zomaar gefouilleerd en ja, deed ook iets heel raars met me van mag dat wel? Dan voel ik me toch ook heel raar van je wordt zomaar aangehouden, ja, niet aangehouden, je wordt aangehouden van dan gaan ze hier lopen fouilleren. En ja, misschien heb je dingen op zak, ja, dat ze zomaar misschien pakken, dat weet je niet. Als mijn buurvrouw langskomt en ze ziet dat, dat is een, ja, dan denkt ze wat is daar aan de hand. Dus ja, ik vind het ook heel raar dat het zomaar kan gebeuren. Ik zou er verder willen over klagen, maar ik denk dat ik niet kan winnen. En, als ik naar mijn ouders ga, dan zeggen ze ook van ja, het kan gebeuren en dat en dat. Dus ze denken ook dat de politie ook altijd gelijk heeft. En, een keer liep ik ook gewoon naar de stad en toen zag ik een paar politieagenten. Ze waren bezig met een paar jongen. En toen zeiden ze van ga weg, joh, dikzak. En ja, gewoon heel scheldend, ik weet ook niet waarom. En ik zei dat ik daar gewoon mocht lopen en ben ik zomaar uitgescholden. Ik ben ook weggeduwd. Gewoon echt weggeduwd van ga weg. Waarom weet ik niet, want ik stond niet echt waar zij mee bezig waren. Het voelt niet zo goed om als, ja, om als slechte Marokkaan gezien te worden. Want ik woon in Nederland en dan wil ik als Nederlandse Marokkaan gezien worden. En niet als een slechte Marokkaan of hij heeft weer dat gedaan en hij zal het wel weer zijn en dat en dat.